Lieve mensen, we terug bij een nieuwe video. En zoals gewoonlijk gaan we weer lekker packages openen. Want dat vind ik toch zo fantastisch. Als we tenminste iets goeds packen en niet zoals de vorige keer. Voordat we verder gaan met de video, vergeet even niet een blauw duimpje te geven. Dan word ik heel erg blij. En waar ik nog blij van word, is als je even abonneert op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we nu door met de video. Hier staat hier dan de Future Stars Goodie Bag 2. We kunnen hieruit een winter wildcard krijgen. Die hoop ik vooral, want daar zitten een paar hele zieke spelers, waaronder Neymar Junior en big boy Zlatan Ibrahimovic. We kunnen verder nog een team of tier eervolle meldingen krijgen. In Future Stars Team 1 of in Future Stars Team 2 speler packen. Dit is het eerste team die ingeleverd gaat worden. En wat ziek idee. Quick FC, ja daar mag Sangaré weg van. En krijgen we dus een goodie bag. Dan gaan we dan de Future Stars Goodie Bag. We hebben weer het green screen erbij gepakt om eventjes weer natuurlijk de stats reveal te doen. Hopelijk gaan we toch die Zlatan pakken, alsjeblieft. We gaan de oogjes dicht doen, zoals gewoonlijk, en we gaan de pack openen. Kom aan, 3, 2, 1. Openen die al. Oh, krijgen we nou, we hebben nog iets. Ja, we hebben nog Loris. Die moet eventjes naar de winkel gestuurd worden. Of naar de winkel, naar een club gestuurd worden. Dan gaan we dan oogjes dicht. Snaveltjes toe. Zlatan Ibrahimovic. Kom naar mij toe. Wow, alsjeblieft. Zlatan. Ik voel het. Dit is hem. 100%. 100%. Dit is Zlatan Ibrahimovic. Ik kan niet anders. Hoe ga ik dit doen? Oh, hier heb ik niet over nagedacht. Oké, ik hou het scherm voor me. Oké. Ja. Oh, dit heb ik heel goed gedaan. Fantastisch. Oké, we gaan nu eventjes naar eigenschappen. Ja, oké, eigenschappen. Dan zien we natuurlijk al meteen fysiek. En ik kan één ding garanderen. Het is geen Zlatan. Gaan we door naar verdedigen 85. Oh, het is een middenvelder. Oh, 79 dribbel. Dit is geen beste kaart. Oh, het is een slechte kaart. Ik zit trouwens op Winter Wildcard te denken, maar het kunnen ook natuurlijk andere spelers zijn. Oh, het is een dramatische kaart. 84 pasen. Oh, het is een hele slechte kaart. Of je moet echt belachelijk snel zijn. Dan kan het nog centraal... Het is een centrale verdediger. Hij moet veel pace hebben. De pace is belangrijk. 85 pace. Ik heb geen flauw idee wie het is. We gaan er nu achter komen. Duan Zebe? Duan Zebe? Wat is dit nou weer? Duan Zebe, hier heb ik helemaal niks aan. En dan gaan we door naar het allerlaatste pakketje. En dit pakketje kan ook weer... Ja, het kan iets leuks zijn. Het kan. De beste speler die we hieruit kunnen packen is volgens mij Renato Sanche. Maar we hebben ook nog Kevin De Bruyne als kenmerkende aspecten. Ben Ketzer kan ook natuurlijk nog. Laten we gewoon kijken wie we gaan krijgen. En we gaan hem openen in 3, 2... Kom aan, kenmerkend aspect. Geef me alsjeblieft Renato Sanches. Geef me die Portugese vlag. Oh, het is Edwards. Ja, het is een oké kaartje, maar ja. Ga je natuurlijk weer nooit gebruiken. Oh. Zeer matig. Oké, als allerlaatste packje hebben we nog een 84 plus spelerkeuze. Onze allerlaatste kans om nog een Road to the Final kaartje te packen. Gaat het dan nog lukken? Alsjeblieft. In 3, 2... Hartstikke idee. Come on. En het is... Oh, Kevin De Bruyne. Oké. Ik dacht even gewoon rustig 384's. Maar het is Kevin De Bruyne. Alsnog 91 rated. Kunnen we niet overklagen. Kevin De Bruyne, kom maar door in het clubje. Dank u wel. We zijn weer terug en het komt eigenlijk perfect uit. Want er is namelijk een nieuwe SBC. In ieder geval, er was een nieuwe SBC. Want die hebben we nu al 2 keer gedaan. Wat eigenlijk een soort partyback is. Laten we dus kijken wat we uit deze playerpicks kunnen krijgen. We hebben ook nog een paar 84 plus playerpicks. Dus laten we kijken of we iets heel zieks kunnen packen. We beginnen dus met de 84 plus playerpick. Dit zijn één van de drie playerpicks. Dus laten we kijken. Oei. Martinez en daarnaast ook nog Guerrero en Grealish. Hopelijk is de tweede player pick wel iets beter, want dit was 3 keer niks. Gaan we door naar het volgende.
Kom aan. En het is weer, oh, drie keer niks. Oh. De man die uitgeschakeld is bij het WK. Laten we hem dan maar gewoon pakken. Jorginho, kijken wat we bij de volgende krijgen. Alsjeblieft, EA, geef me iets zieks. Oh, ja, het is Zlatan, dat is natuurlijk wel baas. Maar Lukaku is natuurlijk voor de rating is beter. 88 Lukaku, teken ik voor, prima. Maar dan de twee campaign bags. Laten we maar gewoon kijken wat erin gaat zitten. Kom aan, één van de twee, dat is wel weinig. Oei. Wie moet ik hier kiezen? Sanchez is ook eigenlijk wel gewoon een goede kaart. Ze zijn natuurlijk wel uitgeschakeld, dus hij gaat niet meer omhoog, dat weet ik. Ah, Jimenez is ook een goede kaart. Maar ja, die kans dat ik hem ga gebruiken is niet heel groot. Maar ja, Sanchez ook eigenlijk niet. Nee, ik ga gewoon voor Sanchez. Misschien dan super subje of iets dergelijks. Ik heb een Serie A-team, dus hij past meer erin dan Jimenez. Dus vandaar. Wel twee prima spelertjes, dus daar ben ik wel tevreden over. Hopelijk is dit ook een redelijke player pick. Kom aan, alsjeblieft, geef me iets zieks. Kom op, EA, alsjeblieft. Oh, het is de beide mannen van ex en oud. Of ex en oud. Het is een huidig en oud PSV player pick. Op zich wel ziek, maar ja, niet waarvoor gekomen zijn natuurlijk. Ik ga denk ik wel voor Sangaré. Hij heeft eigenlijk gewoon een behoorlijk zieke kaart. Maar ja, sowieso ook voor de rating ga ik voor Sangaré. Kijken of we nog uit deze 6 packs nog iets kunnen packen. Hopelijk wel. En anders is het ook gewoon een prima pack opening geweest. Man, dit is een border. Oei. Phil Foden? Nee, geen Phil Foden. Het is Pope. Deze packs zijn natuurlijk ook niet heel bijzonder. Dus we gaan er gewoon even snel doorheen. We krijgen wel een paar borders. Dat is op zich wel prima. Maar ja, verder dan dat komen we niet. Oh. Een walkoutje. Het is Insigne, oké. Ja, op zich nog lang niet gek. 86 Insigne, op zich prima. Ook nog 84 Zlatan Ibrahimovic erbij. Op zich een prima packje. Dan hebben we nog 3 32 plus packjes. Misschien dat we er iets uit krijgen. Misschien. Maar helaas niet. Het is weer een border. Het is Franck-Yannick Cassier. En ook de volgende is weer een 84. Dat is André Silva. Het is een beetje de oud en nieuw AC Milan. Laatste dan, en dat is een 82 of een 83. Oh nee, het is een 82 dan sowieso. Het is Grimaldo. Helaas. Dit was het dan voor de party packs, party player packs. Welke packs we ook allemaal hebben geopend. We hebben niet de topspelers kunnen packen, maar hopelijk hebben jullie alsnog genoten van deze video. Als je hebt genoten, vergeet niet even een blauw duimpje achter te laten. Vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie allemaal weer terug bij de volgende video. Ciao!